Ja, het is vandaag 18 oktober 2018. Het is nu 9:54, dat is bijna 10 uur. Ja, en morgen is het zover, de grote big day, 19 oktober. Ja, ik weet niet hoe mijn dag vandaag gaat verlopen. Maar ik heb al sowieso samen met Roderick even aan de voorkant en achterkant de frituurzitter ervan afgehaald. Dat zit nu al in de wasmachine. En dan ga ik vandaag eerst even naar de winkel Hoogvliet om daar even cake op te halen voor de kinderen. Want die mag ik trakteren. En dan vandaag even dit even omswitsen. Want hier komt dus de bed te staan. Dus ja. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, lieve, 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 lieve schat. Hi. Goedemorgen. Ja. Hij is dan wel op de 18 oktober 2018 opgenomen om 9:55. Ja, jij bent dus nu op dit moment de hondjes. Je was op dat moment de hondjes aan het uitlaten. Ja, je kijkt op dit moment naar mij. Ja, hij. Wat jij in deze tijd al voor mij hebt gedaan, ben ik onwijs dankbaar voor. Heb je niet altijd even laten merken? Dat weet ik ook. En ja, ik ben ook niet een van de makkelijkste, ook dat weet ik. Ja. Wat moet je ook zonder mij, hè? Maar niks. Nee. Ik ben blij dat jij in mijn leven bent gekomen. Ja. Lieve Ro. Ja. Ja, hallo, jij. Er wil nog iemand wat zeggen. Die is ook blij met jou, waarschijnlijk. Hè? Ja. Maar als je denkt van moet ik dit op YouTube zetten? Ja, dat mag van mij. Gewoon doen. Waarom niet? Als je dit gewoon op YouTube wil zetten, mag dat van mij. Ja. Maar waarschijnlijk ben ik ook op dit moment op de OK of niet. Of dat je het moeilijk hebt, dat snap ik. Ja, dat begrijpt hij ook. De hondjes die zijn ook niet echt helemaal lief, aardig. Nee. Maar ja, wat doen we eraan? Maar even weer naar jou, schat. Jij bent lief. Je bent zorgzaam. Zo'n man vind je niet overal. En ik moet heel zuinig zijn op jou. Ja, en dat ben ik ook. Weet je waarom? Omdat ik hier, deze dame, ja, die nou dus dit opneemt, onwijs veel van jou houdt. Heel veel. Ja, er wil iemand erbij. Ja, je bent er wel voor mij als ik dat zeg, vraag. Speet, is leuk. Dat je bij me wil blijven, is leuk. Ja, en ik wil deze videootje. Korte video, lang video. Ik ga gewoon door en totdat ik een sleutel hoor. Ja, gemeen ben ik ook weer, hè? Ja. Nee, maar stel, we gaan er niet vanuit. Stel, ik overleef het niet. Daar gaan we niet vanuit. Maar dan, ja. Is de computer, dit hier, is een hele stuk. En dat dieren sowieso voor jou. Een tv, ja. En verdeel ook maar gewoon wat dingen en met mama. Misschien dat zij ook weer wat dingen kan gebruiken. Ik denk het niet, maar oké, het zal wel. En je weet een beetje wel een beetje wat en wat voor mij dierbaar is. Dat is sowieso mijn diertjes en mijn computerhoekje. En ook het bed. Sowieso, ja. Want je hebt maar één persoonsbed. Klerenbed. Ja, klote bed. Maar oké. Maar als ik het wel red. Dan gaan we heel veel, nog heel veel dingen, leuke dingen doen. Zoals naar onze bruiloft lekker op vakantie. Ja. Maar waar naartoe weten we nog niet. Misschien weten we het al wel en we hebben het al over gehad. Maar oké, maar we weten het toch niet. Nee, we weten het nog niet zeker. Nee, kijk. Oh. Ah, en je bent hier een beetje pazig, kijk. En door de lichtinval. Ja, is leuk. Help me, kat is paas.
Dus, mijn lieve schat, echt. Wat je dus nu allemaal voor me doet. Hondjes uitlaten. Dag in dag uit. Drie keer in de dag. Drie keer op de dag. Je vindt het leuk, maar ik vraag wel hoop van je. Maar ja, ook, er komt zometeen gewoon een hoop op je af, dat weet ik. Nou ja, daarom help ik je nu alvast voor een heel deel. Nu al eventjes met de frittrage. Vanmiddag even de gordijnen waarschijnlijk. Dus ja. Maar ik wou dit even opnemen, is leuk. Is grappig. Ja. Hij is ook blij. Ja, kijk dan. Gisteren lag hij ook zo lekker bij me. En straks heb ik die en die en die vette rolletjes niet meer hoor, vent. Nee, daar kun je dus ook niet meer zo liggen. Nee. Nee. Gek hè? Gek hè? Oeh ja. Ja. Gekke. Ja. Oh, dankjewel. Nou, lieve schat. Als mocht je dit de 19e zien. Hou je taai. Toi, 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 toi. En ik red het. Daar gaan we gewoon van uit. Ja, daar gaan we gewoon lekker van uit. Toi, 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 toi. Doe gewoon je ding. Ga lekker naar school. Ik hoop dat je iemand bij je hebt. Ik hoop het. Als je van vergas had, ik hoop het. Ik denk het wel. En als je het niet trekt, ga naar de coördinatrices toe. Als je het niet trekt. En Jessica gaat met je mee om hem op te halen. Dat weet je. Dus doe het rustig aan. Ga niet haasten. Alsjeblieft. Want ik heb geen zin in om een krukkel naast me te hebben in het ziekenhuis. Nee, ik heb je nog harder nodig. En ik weet, je bent geen 20 meer. Dat weet ik. Je wordt dit jaar 51. In december. En de 30ste. Ja. Ja. Dus, mijn lieve schat, toi, 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 toi. En ik hou van jou zielsveel. I love you. Love you. Ik hou van jou. Onwijs veel. Een heel verdrietvol. Ja, dat vindt een hele mooie, rode, lieve kat. Maar onwijs lief. Hij heeft mij alleen maar een kusje geschreven. Dat vindt hij leuk. Wel eens. Vind je wel leuk. Hé, knuffelen. Dat vind je lekker, hè. Knuffelkontje, kom hier, kom hier. Je bent een grote knuffelkontje. Nee, je bent een grote knuffelkontje. Zometeen heb ik en die standaard niet hoor, waar je nou op staat. Nee. Straks heb ik die standaard niet meer hoor. Nee. Straks heb ik die standaard niet meer hoor, waar je nou op staat. Nee. Straks heb ik die niet meer. Nee. Straks heb ik die standaard niet meer waar je nou op staat. Nee. Straks heb ik die standaard niet meer. Nee. Deze fluff, 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 fluff. Nee. Dan is het allemaal plat. .nl. Is het allemaal plat. Allemaal plat. Hé, hey, kerel. Is het allemaal plat. Kijk hem liggen dan, schat. Wil jij de vlog in elkaar bouwen? Ja. Mooi. Gaan wij hier al wat platen?
Hè? Nee, hè? Nee, hè? Nee. Ik zei net, maar. Hè? Ja, ik zei net wat, hè? Ja. Maar ik hoop dat jullie lip kunnen lezen. Dat is leuk. Als jullie lip kunnen lezen, ben ik helemaal blij. Yes. Daar ben je. Laatste keer naar school van deze maand. Ja. Oké. Okay. Dat is heel veel licht. Wat zeg je? Hoeveel cake had jij mee toen naar school? Ik had er 2 mee. Oké, dan. En dan neem ik er 3 mee. Oké. Toch 3 euro. Goeie. Meisjes liggen hier weer. Ja, meisje. En ik heb mijn spiegel even vastgemaakt. Ook al net. Oké, dat is netjes. Erop niet, oké. Okay. Ja, even wat Fanta scoren. En dan heb ik een maken. Ook nog. Dat is mooi. Ja. Ik ben wel even gelijk even nog even bezig met stofzuigen, dus dat u dat even wel even weet, dus, want ik ben even gelijk even hier even aan het herindelen gelijk. Ja. Want ja, tussen 3:30 en 6:30 de kwart komen ze van een... Nice.
nog blijf. Dit is al heel zwaar voor mij. Blijf liggen, meisje. Ja, blijf liggen dan. Blijf liggen dan. Dan niet. Hij is al zo zwaar. Deze bank. Een hele volksverhuizing, hè, lof? Ja, ik weet het. Een hele volksverhuizing. Ja. Even denken. Ja. Eens even kijken hoe ik dit ga doen. Voorlopig. Eens even kijken. Zo. Hi meisje. Ja, dit is ook allemaal wat. Ook weer allemaal weer een verandering voor jullie. Hè? Ja, nou, ik zet dat wel eerst even daar gewoon in. Ook goed. Die. Dat is van die. Die is van die. Even, jij even. Hier of zo. Doe maar daar naartoe. Zo. Even deze pakken. Zo. Deze pakken. Even daar naartoe. Alle blanke. Deze is niet zo heel erg zwaar. Het scheelt weer. Deze is niet zo heel zwaar is. Ik zeg wel mooi hier al mijn bed. Ja. Ik ben back off, maar ik moet nog even. Ja, daar is de bank al weg hier. Die bank komt waar die nou staat. De tv-kastje die gaat naar de andere kamer. En dan dat kastje die hier al stond achter de grote bank. Die gaat ook naar een andere kamer voorlopig. En dan komt hier dus het bed te staan. Maar ik heb ook nog een pakketje binnengekregen. Ja, die wil ik heel graag met jullie delen. Ja, dat wil ik heel graag met jullie delen namelijk. Ja. Ik had de pollen nog al een beetje open. Excuseer me. Ja, dan ga ik gelijk even wat voor mijn mama doen. Ga ik daar naartoe. Even naar Google. Ook handig. Zo, 1. 2. Nu hebben ze het gelijk allemaal opgestuurd. Dat is leuk. Dat zijn die mooie ballonnetjes. Ja, die hebben we besteld via Wish. Ja. Oh, die is leuk. Wat is dit? Oeh, die is leuk. Zijn het allemaal Mister? Even kijken. Zijn het allemaal Mister in Love? Even kijken hoor. Ja, dit is, en dit is allemaal mevrouw. Of MR. En dat is meneer, hè? MR. Ja. Ja, dat is. En dat is dus de MR. Die heb ik allemaal binnen. Daar heb ik er een heel zakje van. En dan is dit dus Celebration volgens mij. Dus even kijken. En zo weer wat voor mijn moeder doen naar bladwijzers. Even kijken, waar staat dat eigenlijk? Even kijken hoor. Mijn overheid. Ja, maar en mijn overheid doe ik even net ook neerig. Zo. Die is een beetje gezondheid. Just married. Just married hebben we dus nu ook binnen. Witte ballonnetjes. Yep. Met Just married erop. Dat is wel leuk.
gaat Ro heel blij mee zijn. En dat die dus nu ook alweer binnen zijn. En dan is dit mevrouw. Kijken. Ja. Zo. Ik heb mijn ballonnetjes binnen. Leuk. Die wou ik even sowieso met jullie delen. Ja. En dan ga ik even wat voor mijn mama doen. Is leuk. Even inloggen. Ja, inloggen. Dat weet ik. Ja, 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 ja. Opslaan. Inbox, zo, hallo, goedemorgen. Ja, 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 ik vind het prima. Persoonlijk, even kijken. Arwentje, die was hoe en hoe oud? 13 jaar plus minus, zei je naamgenoot. En ik ben in 2006 ben ik op de Oranjestraat gekomen. Ja. Dus ik kan u ongeveer nagaan van waar ik haar ongeveer heb gehad. Even geduld. Geduld, Monumento, 2018 min 12 hè, ongeveer hè? 2018 min 13 is 2000 klopt niet, 13 klopt niet. Waarom? 2018 min 11 of 12 dan. Ja. Dan, en dan denk ik dat ze 11 is, want Draki die is net 10. Ja. Dus dan denk ik dat ze 11 is geweest. Ja, daarom. Dus 2007. Even kijken. Uh, 2006 heb ik haar gehad. 2006. Ja, in 2006 heb ik haar en gekregen. Toen ben ik naar de Lorentstraat gegaan naar de Azaliastraat ben ik gegaan. Dat is op 10/5/2017. Ja. Dus vanaf die tijd, voor die tijd, hebben jullie haar al opgevangen. Ja. Dus maak daar me ongeveer 5 à 6 maanden van tevoren dat ik op en op de Azaliastraat kwam. Ja. En dat jullie haar al hadden. Ja. Ik heb in ieder geval 2006 en dan moeten we terugrekenen. Dus er was, geloof ik, een half jaartje dat je die kreeg of een paar weken? Een paar weken. Zijn maar 8 of 9 weken? Ja, zo ongeveer. Terugrekenen daar met een rekenmachine of zo? Dat kan ik noteren. Even kijken hoor. Zo, dan vraagt u me wat. Ik heb haar in 2006 gekregen. Ik even kijken. In 2006 heb ik haar gekregen. 2006, even kijken. Zo, Roop. Even kijken. Nee, het is al net 4 ongeveer. 4/4, 5/4. Ik vind het prima. De woonkamer hebben we nu zodanig nu klaar. Het is nu alleen wachten op de bedrijf Vegro, toch heet dat? Vegro? Ja. Vegro. Voor het bed. En dan komt het bed inderdaad dus hier te staan. Het bed komt daar te staan. Deze bank hebben we schuin. Die bank hebben we hier. En dan is hier dus nog. Ik zal het laten zien. We hebben hier dus nog een hele lekkere looppad. Dus ook. Voor de stofzuiger en alles, dus dan kun je er ook gewoon nog bij. Dan kan deze nog altijd nog een stukje schuin die kant op verder. Dus ja, zo'n grote woning heb ik niet, dus ja, dan moet je een beetje schuiven, hè, voor jezelf, ja. Toch, schat? Hoe gaat dat met jou? Dat willen ook wel de mensen wel eens weten. Hectiek. Ja, vertel. Ik kwam weer binnen.
net één mailtje beantwoord, zit er alweer een nieuwe mail van moeder in de mailbox. Die wens me heel veel sterkte en is erg meeleven. Dus dat steekt weer een beetje hard onder de riem. Mm-hmm. En verder is het een beetje gemixt. Het is wel iets wat jij graag wil. Maar dat betekent wel dat je even een tijdje uit de roulatie bent. Weg van huis, weg mm-hmm. van mij. Dus. Ja, maar het gaat om jou. Hoe voel jij er even om? Ja, even naar die mix van emoties. Oké, top. En de mix van emoties. Probeer ik een beetje te omschrijven. Ja, maar M-I-X. Ja. Ja, X dus. M-I-X, ja. Ja, en dus jij bent mijn aanstaande ex-man dus. Aanstaande ex-vriend om te gaan trouwen. Ja, precies. Ja. Wie het nog weet, wie het nog begrijpt, mag het zeggen. Nou, is leuk. Ja, dus. Maar goed, het is dus allemaal agenda technisch op orde, maar goed, emotioneel is het niet. Is het even pruts. Maar dat komt wel goed. Hop. Jawel, goeie moed houden. Mm. Doe ik ook, nog steeds. Daarom heb ik het schriftje ontwikkeld. Je hebt een schriftje gekocht en daar heb ik dus een aantal dingen in geschreven wat er allemaal gevraagd kan worden, maar dat is even gebeurd. Gebeurt en hier achterin staan een aantal vragen voor de arts. Yep. En als het goed is, komen we dan ergens in het midden elkaar tegen met wat er gebeurd is en met de vragenlijst. Mm-hmm. Dus dat is handig. Dus dit is eigenlijk de vragenlijst. Dit is de dagboek. Yep. Dus met wat er allemaal gebeurd is, van oké, welke telefoongesprekken er zijn geweest, wat er allemaal geregeld is, wie nog wat moet gaan doen, wanneer iets gaat gebeuren, wat er gebeurd is. Een beetje een logboekje. Mm-hmm. Eigenlijk geen vlogboek, maar een logboek. Ja, is leuk. Dus ja, en dan. Dus ja, nu is het gewoon wachten tot... Straks 7 uur is morgenochtend. Ook nog. 6:30 dan is die weg. 7 uur ziekenhuis. Dus we hebben nog even om te gaan rijden en met de auto. Dat wel. Lekker dus. Vervoer, dus dat is mooi. Ja. Dus ja, wat valt er eigenlijk te zeggen? Ja. Weinig, het is vooral malen hierboven. Wat gebeurt er allemaal en wat gaat er gebeuren? En heb je nog ergens invloed op? Nou nee, allemaal niet. Dus ja, vrolijker word je niet van al dat gewacht, nee. Nou, de spullen worden geleverd. Het is nou net bijna 5:00. Kijk. Daar is al een deel van bed. Dat is al een deel van het bed, ja. Dus ja. Dus dat, en ik zit even nu even hier. Zijn ze ook lekker op tijd. En de hondjes die zijn eventjes op het voorbalkon. En de katten zitten eventjes in de slaapkamer. Het is even niet anders. Nou, het bed zit al bijna. Nou ja, de lattenbodem dan, die zit al in elkaar. Lattenbodem, die zit al in elkaar. Kijk. Tafeltje heb ik ook al. Gaat zo goed. Ja. En waar vloggen ze voor dan? Over van alles eigenlijk. Ik heb hier een stopcontact. Ja. Dat vroeg je collega net ook al. Nou, het bed staat. Het bed staat, jongens. Dat is al één. Ja, dat vroeg ik net ook al. Maar er is maar één. En we hoeven geen stekkerdoos. Geen stekkerdoos? Nee, had ik net ook al gevraagd. Liever niet. Nee. Het kan een beetje storingsgevoelig worden. Ja, jongens, ik vind het prima. En hier zit een matras in. Oké. Okay. Maar vlog je gewoon dan voor YouTube of zo? Ja. Maar je staat niet met je een gezicht erop, hoor. Ik heb mezelf terug zien. Als je dat wil, mag, hoor. Ik heb een openbaar kanaal. Hè? Huh? Ik heb een openbaar kanaal. Ja. Hè? Huh? Leuk, dat is tof. Ja, daarom. Heb je veel subscribers? We hebben nu 261 graden op mijn hoofd, hè? Ja. Vind jij het erg dat ik aan het vloggen ben, want anders dan doe ik jou er niet op. Nee, maakt mij niet uit. Oké, nee, maar ik vraag... Nee, ik vraag het eerst even. Nee, je kan ze gewoon geven, schatje.
toch niet aan mij te geven. Zo. Dit is lekker snel in elkaar, moet ik zeggen. Oh ja. Mhm. Gaat snel, hè? Ja. Zo staat er niks en zo staat er een bed. Ik heb vol met bed, ja. Oh, dat zeg ik niet. Dat... Ja hoor, dat mag tuurlijk. Ja hoor. Je gaat je gang. Ah, fijn. Nee, maar ik heb de kat eventjes in de slaapkamer gedaan, want ze gingen allebei al mouwen. En ik heb geen zin in dat toch eentje of zo door en door de spanning of stress en naar beneden gaat springen. Dan ben ik ze kwijt. Uit de veilige modus, dat is één. Hier omheen. Ja, een hele verbouwing hier, is ook leuk. Mars, vanavond gaan we YouTuber gaan onszelf zoeken. Nou, vanavond niet. Dit wordt wanneer erop? 5 november. Komt dit pas online, dus we lopen aardig voor. Ik ga ineens blurren. Die blokjes toch? Ja, ik heb me niet op mijn gezicht. Nou, geblurd. Als je wil dat dan, en dan kan dat wel allemaal. En geblurd en alles. Jij zat dat mijn neus er niet op kon, dus dan nou, geblurd kennelijk. Of niet? Nee hoor. Jij ligt eraf. Ja. Als jij dat wil. Ja, ik wil van die blokjes in mijn neus, dat vind ik leuk toch? Dat is net alsof je in alsof je in opsporing blok zit. Ja, echt hè? Dus ja, als jij dat ja, ja, je weet het niet, want er zijn ook sommigen die en die hebben zoiets van, nou, ik hoef mijn gezicht er niet op te hebben. Hè? Ik vind het heel goed in het graag. Ik krijg blokjes, dus mijn gezicht hoeft er niet op. Ik neem volgens mij mooi. Ja, het mag wel. Je mag mij wel filmen, maar je mag niet wel blokjes op mijn gezicht. Ja, is goed. Is prima. Als jij dat wil, is goed. Ja, dat vind ik serieus. Vind ik leuk. Ja. Vind ik nog leuk ook. Dat is hier al. Er ligt een kaartje voor jullie sowieso. Voor een taartje. Een kaartje. Een kaartje. Ja, hij hoort al dat hij wil horen. Ja, tuurlijk. Alleen ik nou ook. Zo. Nice. Kijk eens aan. Nou, ga je met uitwerken. Ja, chef. Chef ook nog, kijk. Ja. Zoontje van de baas, hè? Hè? Zoontje van de baas. Zoontje van de baas, zegt hij ook nog. Ja, dat is echt zo. Oké. Okay. Ik vind het wel leuk. Nou, de rolstoel heeft wel een toiletrol. Top! En de rolstoel hadden jullie ook al? Oh, die staat beneden, mooi. Nou, ja, ik weet niet wie aan wie moet pet uitleggen. Ja, doe maar aan mij. Ja. Het is dus toch allemaal. Ik ook nog. Nou. Ja, tuurlijk! Dat is leuk, jongen. Dat is leuk. Nou, vertel. Alles aan de linkerkant is omhoog, alles aan de rechterkant naar beneden. Ja. Rugsteun. Knie. Het voeteinde kan handmatig omhoog. En als je gewoon rustig omhoog gaat, maar zo. Ja, oké. Okay. Als je hem helemaal doortrekt, dan gaat hij niet meer. Hij heeft 3 standen, moet je een beetje voelen. Okay. En hiermee gaat het hele bed omhoog en omlaag. De onderste knop gebruik je in principe niet, dus voor mensen die doorbloedingsproblemen hebben. Dus dan komt hij schuin te staan. Mocht hij nou toch een keer schuin komen staan, je wil hem weer recht hebben, laat je hem even helemaal zakken. En dan trekt hij zichzelf recht. Oké. Okay. Ja, hekken kunnen omhoog als je knopje indrukt. Top. Even iets optillen. Knopje indrukken. En dan gaan ze naar beneden. Mooi. Yes. Yep. Duidelijk. Ja hoor, Rody laat me weer eens een keertje lachen. Ja, dat is leuk. Gezellig. Top. Ik zeg tegen hem van ik wil even 2 lepeltjes jatten van je.
Dat is leuk. Nee, ik heb al. Maar ik heb dus even twee lepeltjes hiervan gejat. Gewoon even zo, kijk. Dit is, en dit is dan lepeltje drie. In drie lepeltjes. Ik heb er maar twee. Maar ja, ik kan niet zo goed tegen en tegen lactose. Maar af en toe even gewoon even lekker proeven is leuk. Ja. Dat is leuk, zeg maar. Ja. Dat is gewoon grappig. Ja. Lekker hè, die fla, hè? Is wel anders, ja. Ja. Zou je soms dan ook even straks en een stekker erin willen doen? Een stekker, ja, tuurlijk. Daar. Dat is leuk. Ja, en mijn bed die staat al lekker al en geïnstalleerd. Hé, kleine meid. Wat, wie, wat nou weer? Ja, dat was eventjes een berichtje die ik kreeg. Ook gezellig. Nou, doe maar. Doe maar. Nee, op de bank. Op de bank. Kom. Ja, doe dan. 1, 2. Goed zo. En de gordijnen zijn ook al klaar, had ik al gehoord. Net. En toen waren die heren net bezig. Snami. Leuk. Ja, maar dat komt straks al, schat. Doen we dat gewoon samen? Ja, rustig. Ja. Je hebt wat wennen. Volgende week gaat het gebeuren. Mag je ook niks? Nee. Bedrust houden. Ja, dat klopt. Heb ik inderdaad bedrust, ja. Dan kan ik gewoon de hele dag lekker vloggen zo. En wat ben ik aan het doen? Ja, niks. Ik verveel me.nl, zeg maar. Raak. Wat gaan we doen dan? Hey, lelijk. En dan drie dames hoor, schat, op de bank. Die is leuk, die is grappig. Die is leuk, die is grappig. Nou, ik lig wel hier al heerlijk. Hij zit daar lekker. Hoi! Tussen de dames. Ja, precies. Lekker. En dan mag jij lekker de vlog gaan afsluiten. Lekker eens een keer op tijd. En dan mag jij lekker de vlogs gaan maken. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Nou. Het is de laatste avond. Zit Karin thuis deze week? Ja. Gek echt. Heel raar. Maar goed, komen er wel. Gaan we nog even krachttrainingen doen. Krachttraining. Ja, ja. Is leuk. Krachttraining, dan moeten ze dat. Ja, ja. Maar goed, we hopen dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Laat een leuke reactie achter, dan krijg je ons wat terug. Doe vooral dat belletje aan. Als je geabonneerd hebt.
En graag ook nog delen op sociale media. Zou ook leuk zijn. En dan zien we jullie morgen.